En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe video van de FCM Career Mode Siggy. We staan natuurlijk 11 dus en ja, dat is gewoon op dit moment niet goed genoeg. We hebben, even kijken, niet zo heel veel geld volgens mij meer. Nee, 1 miljoen. Nou, daar gaan we het gewoon niet mee redden. We hebben ook gewoon een prima team staan. We gaan gewoon lekker skippen. Deadline day boeit ons toch niet meer. Want ik ben nog steeds van mening, dit team moet gewoon Eredivisie waardig zijn. En of het dat ook is, dat betwijfel ik wel. Onze enige overwinning is momenteel in de vorige video gebeurd tegen FC Volendam. Go Ahead Eagles speelden we gelijk, PSV en Excelsior verloren we. En daar word je niet vrolijk van. Zo, deadline day overgeslaan. Nou, dan gaat het snel. Bijlo vertrekt naar Getafe. Daar zijn de Ajaxiden natuurlijk blij mee dat hij weg is. Maar naar welke club, daar zullen ze wel weer niet blij mee zijn. Of juist wel. In ieder geval is het voor FC Emmen dus de taak om hun negatieve reeks te beëindigen. En dat zal kunnen gebeuren tegen FC Twente. Twente wat dus wel op dit moment een goede seizoenstart kent. De Tuckers staan redelijk hoog in de Eredivisie, maar dat is natuurlijk niet zozeer bijzonder te noemen. Aangezien, ja, hoe noem ik dat? De Eredivisie nog maar net begonnen is. Oké, we gaan beginnen. Ik hoor geen gamegeluid. Rui Mendes. Fitz Jim. Ja, jammer. Twente begint druk te zetten op ons. Uh-oh, nu komen we een man tekort, nu komen we een man tekort. Maar Twente profiteert daar momenteel nog niet van. Maar nu wel! Edel voor FC Twente door Vaslav Černý. En dat is zeker niet onterecht. De Tuckers staan op een verdiende 1-0 voorsprong nu. En nu is het echt de taak aan Emmen, want jullie moeten nu. Hé, hey, hij wordt gewoon vastgehouden, scheidsrechter. Dit is echt een game waarvan je denkt, hoe dan? Op de paal geschoten. Dat is ook wel zwaar terecht, want deze aanval had nooit mogen gebeuren. Ja, dit was niet handig van mij. Ook niet handig om Bangura van zijn plek te laten vertrekken, want nu stapt iedereen weer net verkeerd in. En is daar flappen? Is het nog 2-0 ook? Ja, Emmen doet dit zichzelf aan. Maar A, de kansen niet af en Twente wel. Ja, wij gaan aanvallend de tweede helft en ik ga nog niet wisselen, want ik denk dat dit team wat er staat het nog wel kan. Ah, trouwens, Aquair kan er nog wel uit voor Redam en dan moeten we dit voor vast gaan houden. Nou, de loopactie van Abraham gaat op dit moment wel goed. En Redan kan schieten en dan gaat hij er niet in. Rui Mendes kopt de bal daar heel gevaarlijk in. Maar ja, het wil niet. En dan tackelen Twente en mijn spelers elkaar. Ja, dit is buitenspel. Dit is niet buitenspel. Maar we houden hem goed op. Maar ja, uiteindelijk mag hij die bal alsnog voorgeven. En is het Hatsidi Jakos die zich heel makkelijk van de bal laat zetten. Ik had wel eigenlijk verwacht dat hij het duel in zou gaan. Maar daar is hij zelfs al te zwak voor. En is het 3-0 voor FC Twente. Zaldirek duwt Emmen echt in een crisis. Wat wij... Oh, Mendes. Mendes.
En dan verlies je terecht met 3-0. Omdat je gewoon de kansen niet afmaakt. Je kan alsnog beter zijn in een wedstrijd. Het maakt niet uit, je verliest terecht als je de kansen niet afmaakt. En we hebben onze 11 kansen niet afgemaakt. Ik weet wel zeker dat er 8 of 7 daarvan op doel waren. Maar het was gewoon simpelweg niet goed genoeg. Dat is heel erg pijnlijk. Even kijken, hebben wij nog wat in onze jeugd lopen? Ik denk het niet, hè? Dan hadden we dat soort spelers weer kunnen uitlenen. We kunnen in ieder geval even een scoutnetwerkje opzetten in Nederland weer. 3 maanden, Hadza. Dan gaan we naar de kalender. Gaan we kalender skippen. En dan gaan we naar de volgende wedstrijd toe. En de volgende wedstrijd is Sparta. Ook geen makkelijke wedstrijd, zeker niet. Twente 3-0 verloren. Ja, we moeten gewoon echt weer een opmars gaan maken. Want de stand is ons niet gunstig gezind. We zakken en zakken naar de 15e plaats. En dat is eigenlijk waar Emmen zeg maar hoort. Maar niet meer met de spelers die er nu voetballen. Heel veel spelers moeten nog qua rating omhoog. Dat gaat langzamerhand ook meer gebeuren. We hebben dan, dames en heren, bij de wedstrijd tussen Sparta en FC Emmen. Sparta en FC Emmen zijn, nou ja, concurrentjes van elkaar. Nou ja, Emmen op dit moment van helemaal niemand. Want de kans afmaken is moeilijk voor de Drentenaren. Maar kan het gebeuren op het kasteel? We gaan het zien. Sparta Emmen is begonnen. En de trainer staat nog aan. Lekker man. Aguirre. Daar begint Sparta direct met komen. Ja, daar is Sparta al. Daar is 1-0 al. Verdedigend, ja. Is het Saito die er gruwelijk gebruik van maakt. En is het Emmen dat weer achter staat. Een fout van de centrale verdediger die veel te enthousiast wil gaan aanvallen en Ochoa hier hem op de been houdt en de club ook. Emmen wat weer dramatisch begint aan een wedstrijd en zomaar weer 2-0 achter kan gaan staan aan het begin van een wedstrijd en het gebeurt alweer. Emmen verdedigend drama en dan kunnen we weer helemaal opnieuw gaan beginnen en niet zo. Jim kwam de lucht niet eens in. Zo erg is hij. 3-0 voor Sparta Rotterdam. Madi. Wat een doelpunt trouwens zeg. Ja, en het is Emmen wat gewoon weer niks heeft gecreëerd. Op het middenveld een beetje zit te breien. Sparta de bal veroverd. En zo schieten ze gewoon de bal binnen. Ja, dat is het seizoen van Emmen. Maar ja, dat is natuurlijk totaal geen excuus. Kan er nu in dan? Ach, weer niet. Nu gaat hij er dan wel in. 3-1 voor Emmen. Nou, je moet die bal meenemen, jongen. Ja, dan niet. 3-1. Let's go. Zo, Zanoli, dat zijn pas ingrepen. Abraham zorgt voor de opmars van Emmen.
En zo leeft Emmen weer in deze wedstrijd. Door de twee doelpunten te maken van oud FC Groningen Abraham. Oh, Ahmed, dat was iets te leuk. Te lang gewacht. Maar ja, Sparta krijgt de bal niet weg. Oh, Abraham denkt ook weer iets te makkelijk, maar hij heeft de bal nog steeds. Maar ja, uiteindelijk wil hij de bal gewoon die paas ofzo, maar hij heeft de bal weer. Fitzjim aangespeeld, maar ja, waar moet hij net doen? Naar Abraham. Afgeven, schieten, 3-3! 3-3! Ahmed maakt hem, het is gewoon 3-3! Sparta, wat doen jullie allemaal? Eerst begint Emmen te schutteren achterin, waardoor Sparta echt vroeg in de wedstrijd al op 3-0 staat. En dan opeens staat het gewoon 3-3. Hier kan de keeper niks aan doen. Een speler van Sparta raakt de bal als laatst. Anders was deze bal er niet in gegaan. Nou, natuurlijk mag Ahmed blij zijn. De 3-3. Veerkracht. Want natuurlijk zit er dan weer net een pootje tussen. Oh, Abraham. Ik wou dat je de bal eigenlijk ging inhouden, maar... Ik heb het getwijfeld aan je reactie vermogen. Ja, Abraham. Ja. Nou ja, in ieder geval 3-3. Dat staat, mogen we denk ik al super blij mee zijn. Ik ga het niet wisselen, omdat ik het team gewoon laat staan. Maar verdedigend mogen we nog wel echt even wat dingetjes gaan veranderen. Want holy moly, wat is het daar aan gatenkaas? Van Krooi, want daar is Aina alweer gezien. Die wel trouwens tegen Twente echt een enorm goede indruk achterliet. Maar ja, Rui Mendes mag zomaar doorlopen opeens. Rui Mendes mag doorlopen. Oh, hij geeft de bal dan op Aguirre. En die moet hem dan binnen schieten. Het is 4-3 voor Emmen. Aguirre maakt hem. Het is 4-3 voor Emmen. Het is Rui Mendes die door mag lopen. Aguirre die ongezien... vrijkomt en dan staat de Sparta-verdediging te slapen. En is het 4-3 voor Emmen. Kitalano. Lubic. Ja, is het Bangura die ook gewoon stabiel speelt. Aguirre. Afgeven op Ahmed en die afgeven op Mendes. En dan is het klaar voor Sparta. Is het 3-5 voor FC Emmen. En is het afgelopen voor de Rotterdammers. En is het klaar. Wat een start voor Emmen. 3-5. Ik weet niet wat Rui Mendes hier deed. Maar het maakt niet uit. Sparta. Wat nog 3-0 voor stond. In de eerste helft. Staat na de eerste helft. Was het 3-3. En nu 3-5. Ten Hag krijgt het weer voor elkaar. Om Emmen weer eens te laten winnen. Te laten juichen. Saito. Op Bangura. Bero. Aguirre. 3-6. Emmen houdt Sparta niet heel. Waarin Sparta in de eerste helft Emmen niet heel liet. Liet in Emmen in de tweede helft. En in de eerste helft Sparta niet heel. En is het 3-6. Kitolano. Aina,
Mendes, Vits Jim. Mag Emmen nog een keer van de scheidsrechter? Ja, Emmen mag nog een keer van de scheidsrechter. Emmen mag nog één keer van de scheidsrechter en wordt het nog 3-7. Een heel zwak Sparta zorgt ervoor dat Emmen met een 3-7 gaat winnen. We hebben 10 doelpunten gezien vanavond. 3-2. Ik bedoel 3-2, 7-3. 7-3. Ongelooflijk. En de scheidsrechter fluit direct af. Sparta verliest met 7-3. Van Emmen. En de meegereisde uitsupporters waren van er een plukje voor Emmen zijn. Ahmed met 2 goals. Poeh, wat een wedstrijd. We hebben natuurlijk doelpunten van Abraham gezien. 2 keer. Ahmed 2 keer. Pedro Aguer. Rui Mendes. En ook 2 keer Pedro Aguer trouwens. Nou ja, allemaal leuk en aardig. We moeten nu deze lijn doorzetten. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan in deze video. Want we doen er natuurlijk altijd 5. Volgens mij hebben we er de vorige keer per ongeluk 4 gedaan. Dus we moeten nog 3 wedstrijden. Nou, laten we hopen dat we die alle 3 kunnen winnen. Gaan we al wat omhoog in de stand? Ja, we schuiven door naar plek 11. Feyenoord staat 9e. Vraag me niet waarom. Ajax staat 2e. Twente staat bovenaan zelfs. Die zijn dus heel goed begonnen aan de Eredivisie. En is het ook helemaal geen schande dat we van Twente hebben verloren. Maar nu moeten we deze lijn ook doorzetten. Want ja, Europees voetbal moet wel echt gehaald worden dit jaar. Nou ja, moet. Het liefst wel, want extra inkomen is belangrijk voor de club als Emmen. Want we mogen nu echt niet meer achteruit gaan. Als we geen Europees voetbal halen, moeten we sowieso weer in de top 8 eindigen van de Eredivisie. Maar dat gaat ons denk ik ook wel lukken. Matthäus Bero, enorm belangrijk bij Emmen op het middenveld. Een van de creatieve middenvelders, is natuurlijk al wel een beetje op leeftijd. Maar ja, een vervanger voor hem zoeken is gewoon lastig. Want ja, niet iedereen is zo goed als hij. Emmen Vitesse, we gaan beginnen. Bagura mag gaan rennen. Daar de kans en daar de 1-0. 1-0 Vitesse uit deze corner. Hij wordt niet goed weggewerkt door Emmen. En Vitesse maakt het daarna gruwelijk goed af. En is het 1-0. Nu moeten wij weer. Oh, Bangura heeft de bal gelukkig nog. Waardoor Emmen misschien kan gaan aanvallen met Abraham. Nou, misschien. Zanoli ramt de bal nog weg. Hatsidiakos neemt over. Rui Mendes. Ja, en dat is dan weer uiteindelijk scheid. Waardoor Vitesse account er nog steeds niet voorbij is. En het niet 2-0 wordt door een geweldige redding hier van Ochoa. Houdt Emmen toch wel echt in de wedstrijd nu. Goede kopbal. En nu kan Emmen er misschien nog uit met Ahmed. Ahmed moet het alleen doen, wil ik zeggen. Maar nee hoor, het is 1-1 voor Emmen. 1-1. Het is gewoon 1-1 voor Emmen. Rui Mendes loopt goed mee met Ahmed. Waardoor Emmen de 1-1 binnen kan schieten. En zo maakt Emmen een geweldige goal. Ja, Emmen heeft nog niet zoveel gecreëerd in deze wedstrijd. Maar dat maakt niet uit als je er zo langs komt en een doelpunt scoort. Is ook niet erg. In de 42e minuut. Samus. Bangura zorgt voor het blok.
Wouden we de bal weer bij Ahmed proberen te krijgen. Lukt niet. Nou, in ieder geval rust. 1-1. Nou, laten we kijken wat we in de tweede helft kunnen. Oké, nou, we gaan van start met de tweede helft. Ja, 1-1 de stand. Er is dus altijd nog hoop. We spelen nog ergens voor. Natuurlijk die geweldige comeback gehad tegen Sparta. Maar ja, daar zie je natuurlijk nog geen sprake van. Alhoewel we natuurlijk wel weer 1-0 achter hebben gestaan. En we de bal moeten proberen te veroveren. Jim. Goed gegeven aan Aguirre. Oh, ik had gehoopt dat hij uiteindelijk de bal diep kon sturen op Ahmed. Het duurde alleen net wat te lang. Oeh, de verkeerd ingeschat waardoor Vitesse op een 1-2 voorsprong komt. Ja, dit is een beetje jammer. Verkeerde inschatting gemaakt met de speler. En dat is dus direct een tegentreffer. Oh. Zanoli, je had direct een lange paas moeten geven aan Mendes. Ja, die staat helemaal vrij. En dat is de 3-1. En dan is het al heel snel klaar in de tweede helft voor Emmen. Want dit gaat nooit meer goed komen. Voor de ploeg uit Drenthe. Wat een fouten allemaal weer achterin, zeg. Atsidiakos, Bego. Vit Jim die de bal maar weer random voorslingert. Oh, jammer. Te vroeg geschoten, denk ik nog steeds. Oh, wat slim gegeven. Nu moeten we er gaan staan. Oh, nee. Nee. 1-4 voor Vitesse uit Arnhem. Het gaat gebeuren voor de Arnhemmers. Mendes weet zich los te weken. Goeie bal op Ahmed. 3-4-2. En zo breekt deze wedstrijd zich op zich helemaal open. 2-4. Voor FC Emmen. Oké, dan kunnen we direct weer even wat wijzigingen doorvoeren. Holy, dat ging niet lekker. In ieder geval Abraham naar die kant. Fitz Jim wisselen met Bangura. Ayana gaat dan naar die kant. Want Sidiakos staat nu helemaal verkeerd. Oké, Aguirre eruit voor Redan. Want Redan is net wat sneller. Mooi. Aguirre niet echt in het stuk voorgekomen. Oh, verdedigend drama. Oh. Ja, weer zo'n nutteloze bal van Bangura. Het is Bangura die niet in de wedstrijd zit en Emmen uit de wedstrijd schiet. 2-5 voor Vitesse. Het is over en uit voor Emmen. Ahmed doet zijn middenvellende taken ook gewoon niet goed. Het is gewoon allemaal niet goed. Emma komt gewoon echt tekort vandaag. Ja, dit ook weer. Alles gaat net niet goed. Misschien had Fitz Jim wel zelf moeten gaan schieten. Maar ja, dan weet ik ook wel weer hoe het af was gelopen. Ja, en dan kan Vitesse het nog erger maken ook. Vitesse kan het nog erger maken ook. En dat doen ze net niet.
En daar is Baren Frederiksen. Dit is gewoon de bal, maar de scheidsrechter, het fluit ook niet in het voordeel van Emmen. Het fluit in het voordeel voor Vitesse om nog die 2-6 te gaan maken. En die 2-6 valt er niet, jawel. De bots schieten altijd vrije trappen binnen. Het is echt schandalig. Nou ja, 2-6 verloren. Een grote afgang van Emmen op de Meerdijk. Een echt grote afgang van Emmen op de Meerdijk. Oei, 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 oei. Emmen, Emmen, Emmen. Dit mag je gewoon niet overkomen. En het overkomt toch. Oei, 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 oei. Nou, we gaan naar de volgende wedstrijd, dames en heren. Op dit moment hebben we dus nog maar steeds één overwinning in de video, maar we hebben nog twee wedstrijden te gaan. Tegen Heerenveen is de eerste weer een uitwedstrijd en we staan nu op plek 14 met een doelsaldo van min 7. En we hebben daarentegen wel weer 14 goals gemaakt, maar ja, meer dan de helft daarvan was natuurlijk tegen Sparta. Dus er moeten nog best wel wat dingen gebeuren, vooral in de verdediging. Maar we hebben een team wat enorm moet groeien. En ik heb ook gezien dat Aguerre minder brengt dan Redan. Is niet erg, dan moet hij maar invallen soms. Voor de rest, ja, we hebben gewoon een team gekocht wat heel even nodig heeft. Maar hopelijk straks ervoor kan gaan. Of volgend seizoen, maar dit seizoen is toch niet opgegeven. Daar gaan we ook gewoon simpelweg niet voor. Maar we hadden misschien meer ervaring moeten kopen. In ieder geval spelen we de wedstrijd tegen Sportclub Heerenveen. Waar we heel veel zin in hebben natuurlijk. Ik zou eventjes het geluid aanzetten, want ja, ik hoor zelf niks. Zo, nou, dan gaan we beginnen aan de wedstrijd tegen Sportclub Heerenveen. Erik ten Hag. Oh. Hartelijk welkom. Ja, jou wil ik uit hebben, want ik haat Siert de Vos. Wat een klote commentator is dat, zeg. In ieder geval, dan hebben we dat gedaan. Dan moeten we proberen van Heerenveen te winnen. En dat is nu aan ons om dat nu te laten gebeuren. Let's go! En de camera is ook net iets anders trouwens. Het is Jim, Abraham, en Abraham is alweer slordig. Aina zat daar goed tussen. Ach jongens! Oh, 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 wat doet de verdediging van FCM hier? Het zit te slapen, waardoor Heerenveen weer op een vroege 1-0 voorsprong komt in deze wedstrijd. Oei, 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 oei. Ja, dit doe je jezelf gewoon aan als Heerenveen zijn, als Emmen zijnde. En dat is niet goed. Het is simpelweg niet goed te praten wat hier is gebeurd. Oh. Een rode kaart voor Halilovic. Ik dacht ik skip, want dat is geel. Maar dit kan een heleboel gaan veranderen. Vooral als hier de 2-1 valt. Halilovic krijgt rood. En Heerenveen daardoor in de problemen. Het is trouwens volgens mij niet Rui Mendes die de goal maakt. Het maakt ook niet uit. En zo staat het 2-1. Oké, even de boel omwisselen. Zo. Bangura kan rennen.
En daar is Fitz Jim 2-2. Het is 2-2 voor FC Emmen. Dat houdt dus in dat Heerenveen echt last heeft van die rode kaart. De goal van Fitz Jim zorgt ervoor dat Emmen op een 2-2 momenteel op een gelijkspel staat. Maar ja, er zit echt wel meer in voor de club uit Drenthe. Want ja, Heerenveen kan het niet meer aan sinds de rode kaart. Nou, wel goed ingeschoten hoor door de jonge Fitz Jim. Doet hij netjes. En zo staat het dus 2 tegen 2. Is dit te veel gevraagd? Ja, net iets. Redan! Oeh, laat overzicht en krijg ook te laat de bal aangespeeld op een hele moeilijke positie, waardoor Heerenveen heel makkelijk een mannetje kan pakken. Dus ja, hij kan vanaf daar toch niet schieten. Maar ja, Emme heeft toch weer heel snel de bal veroverd de hele tijd. Oh, maar het is Redan die er weer voor zorgt dat laat zien wat de spits niet kan en dat is pasen. 2-2 in ieder geval. Mogen we blij mee zijn, want we stonden echt 2-0 achter. Het was een kansloze wedstrijd aan het worden. Maar sinds onze tactische wijziging is Heerenveen de weg kwijt. Ah, ik zag die Heerenveen speler uitglijden. En daardoor hadden we een advantage. Maar die hebben we niet gepakt. Oh, dan krijgt ze net die bal weer mee, maar nu niet. Hatsa. Ja, Bangura loopt dan ook mee met Abraham. Dit is een goede bal op Mendes. Krijgt hij de bal voor? Ja, bij Ahmed zelfs. En die kan dan gewoon vrij binnen schieten, zeg. Wat een geweldige voorzet hier van Rui Mendes. Die ervoor zorgt dat Ahmed vrij staat. En zo staat FC Emmen op een 2-3 voorsprong hier in Heerenveen. En zo lijkt het erop dat Emmen weer eens gaat winnen in de Eredivisie. Na twee wedstrijden niet gewonnen te hebben, althans een wedstrijd niet gewonnen te hebben, slaat het weer toe in Heerenveen. En is het weer in een uitwedstrijd waar Emmen het niet laat liggen dit keer. Op dit moment dan, hè? Het is nog niet gespeeld. Maar hij zit er wel lekker in. Dit is het neerhalen van een speler en daar komt een gele kaart. Voor Valentin Ezerek. Nee. Ja, weer zo'n slechte bal. Het is ongekend. Ja, 3-3. Sar. En we slordig. En ja, Heerenveen profiteert. Ja, jongens. Ah, jongens, toch. Geen één goede steekbal nog gezien vandaag.
Ja, daar gaat Heerenveen de wedstrijd winnen! Met 4-3! Emmen mag zich toch kapot schamen dat het zo'n verdediging heeft gekocht. Ongelooflijk zeg. Emmen gaat geen wedstrijd winnen zo. Het is de bal! Deze gaat erin. Nou, ik weet niet wat bots hebben met vrije trappen, maar ze gaan er altijd onrealistisch in. Missen we toch niet de volgende wedstrijd. Pak maar rood. En zo verliest Emma opnieuw. Doet het zichzelf pijn. Mist het kansen. Hebben we terecht rood gepakt. Want ja, die mis ik toch niet. Want die jongen was deze hele wedstrijd al dramatisch. Oh, 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 oh. Je staat voor. Je hebt de wedstrijd onder controle. En je geeft het gewoon weer helemaal weg. Echt zo zonde, zonde, zonde. Echt. Oh, 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 oh. Waar moet het heen? Ja, nu heb je een wedstrijd tegen Feyenoord. Nou, die win je sowieso niet. Ook nog eens thuis. Hoe gaan we dat winnen? Nou, kan je vertellen op het blaadje. Het wordt 5-0 voor Feyenoord. Man, 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 man. Dramatisch wordt er gevoetbald. Het is de hele tijd... dramatisch. Nou, dan komen de spelers van Emma aan. Die moeten echt uitgefloten. Oh, Feyenoord nog wel eens. Nou, die mogen niet uitgefloten worden. Want daar hebben de Emma-spelers recht op. Ja, hier, Fitz Jim, normale paas geven. Lastig, lastig! Ah, hij wordt er vastgehouden. Nou, dat is zijn enigste hoop nog. Oh, waar gaat die heen? Waar gaat die heen? Doen we ook nooit weer. Stand. En we staan zelfs voor tegen Feyenoord. We staan zelfs voor tegen Feyenoord. Hier had ik even geen rekening mee gehouden. Hier had de Meerdijk geen rekening mee gehouden. Want opeens mogen ze juichen. Want Emme kan opeens nu wel een normale aanval creëren en direct scoren. In de vorm van de 10 Ahmed. Die hem denkt maar eens binnen te knallen. Vijf doelpunten in 9 wedstrijden. Feyenoord moet nu wel echt wat gaan laten zien in deze wedstrijd. Ze hebben nog weinig laten zien. Het is nu Aina die verkeerd de situatie... Abraham. Ah, slechte bal. Krijgt er geen snelheid in. Oh. Jezus. Hatsa. Aida uithalen. 2-0 voor Emme. Het is 2-0 voor Emmen. Feyenoord wat druk zet. Emmen wat er onderuit voetbalt. Wat ook voor het eerst is trouwens. En zo leidt Emmen met 2-0 tegen Feyenoord.
Koploper FC Twente won van Emmen. En dat lukt Feyenoord maar niet, want Feyenoord staat niet meer in de topclubpositie. Bam. Een linksback doet het. Eerste doelpunt voor Aina. Speelt ook nog niet zo lang op deze positie. Voelt zich daar wel prettig bij. Ahmed, dat zal toch niet gebeuren. Ahmed, 3-0. Het is 3-0. Ahmed wordt helemaal gek. Hij scoort zijn tweede in deze wedstrijd. En ja, hier, hij draait makkelijk weg. En dan kan hij er ook voor kiezen om de spits in te spelen. Maar hij denkt van, die schiet zelf. Als het mis was gegaan, had ik mezelf helemaal afgekraakt. Maar het is gewoon 3-0. En natuurlijk ben je dan blij. Feyenoord stelt teleur in Emmen. Fitzgerald, de bal kan onbeleerd. Keeper, goed zo. We mogen Feyenoord niet die aanstaande laten scoren. Ochoa weer met de redding. Lekker Ochoa, lekker gevangen. Daardoor gaan we met 3-0 rusten. En dat is heerlijk, want dat betekent dat we lekker even nu kunnen gaan rusten. Ja, dat houdt het eigenlijk in. Meer niet, want we staan 3-0 voor. We hebben alle rust van de wereld. Alhoewel het nog wel eens paniekerig is in de verdediging, zoals nu. Bangura doet het gewoon netjes nu. Oh, dat had de 4-0 moeten zijn. Maar onze spits is... ja, raakt hem verkeerd. Ahmed, het is gewoon 4-0. Is Feyenoord een degradatiekandidaat of zo? Ahmed met de hattrick. Aguirre die denkt van ja, als ik niet kan scoren, doen we het maar zo. En dan krijgt hij in ieder geval de schuld als de bal er niet in vliegt. 4-0 voor Emmen. Heerlijk geschoten. Ten Hag klapt hem terecht. We moeten de afspraken blijven nakomen. Dan hebben we misschien kans dat we zonder tegengoals uitkomen. Maar ons seizoen kennende gebeurt dat niet. Nee, dit wordt de 4-1. Mendes, nu aan de andere kant. Oh. Dat was Rui Mendes. Uh-oh. Oh, weer goed verdedigd. En dit niet. 4-1, ik zei het, je mag de 0 niet houden. Zo smerige overtreding. Aguirre, jongen. Ja, Ten Hag irriteert zich ook dood aan die spits.
Oh, ja. Nice, man. Ja. Emmen wint van Feyenoord en zo stijgen hun weer een plekje in de Eredivisie. Vindt Emmen weer een beetje de weg omhoog. Door doelpunten van Ahmed, ja, daardoor win je deze wedstrijd wel echt groot en deels. Met 4-1 van Feyenoord. Het ging dus lekker. Fortuna verliest met 4-0 van AZ. Ja, ik hoop eigenlijk niet dat wij het slechtste team gaan worden dit jaar. Maar het ziet er wel echt naar uit met al 27 tegengoals. Feyenoord heeft er al 16 tegen. En hierdoor is het gat met Feyenoord nog maar een punt. We staan 12 dus dat is toch helemaal niet zo heel slecht. Twente staat inmiddels niet meer de eerste, dat is Ajax. NEC staat vierde, hoe dat is gebeurd, geen idee. Maar wij staan in ieder geval 12, dus dat is in ieder geval netjes, dames en heren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Abonneer, like en dan zie ik je later. Joejoe!